Goedenavond. Leuk dat je kijkt naar de open dag van het Alberda College. Vandaag het Alberda College muzikant-producer. Daar is het nu tijd voor. Mijn naam is Sam en ik heb geweldige tafelgasten hier. Misschien kunnen jullie je kort voorstellen. Begin ik hier bij Henry. Hallo, ik ben Henry Oogjen. Sinds een jaar verbonden aan dit college. Ik ben eigenlijk de examenbegeleider, dus eigenlijk de studenten zien we pas aan het eind. Mijn historie zit bij Rotown, dat kennen sommige mensen misschien wel. Dat is een podium in het centrum van Rotterdam, daar heb ik een aantal jaar geprogrammeerd. Ik ben ook manager van een aantal bands geweest en al heel lang docent in de popbusiness, zeg maar. Dus het is niet de eerste keer dat ik het doe. Welkom Henry. Naast jou zit Remy. Ja, hi, ik ben Remy Lau, ik ben docent muziekproductie en gitaar. En tevens cyclebegeleider van de eerstejaars. En ik heb mijn eigen band Secret Rendezvous, daar ben ik de gitarist en producer van. En ik doe ook veel live producties voor artiesten. Dus dat zijn artiesten als Leo Kleine en Rolf Sanchez, Lost Frequencies en Jerome Vandal. Dus ja, veel verschillende dingen eigenlijk. Zeker, welkom. Aan de overkant. Hoi, mijn naam is Jeremy. Ik zit nu in mijn derde jaar, mijn laatste jaar van Alberda College. Ik kan echt zeggen dat dit is echt een geweldige school. Ik alleen kon dromen over Circle School, omdat ik kom zelf van Aruba en nu ben graag blij dat ik bij Alberda mogen zijn. En ik ben sowieso een student, een muziekstudent. Ik ben multi-instrumentaal, ik zing ook en ik ben ook bij The Voice of Holland geweest. Dus heel goed. En als laatste, vandaag is mijn eerste single uitgekomen. Aventura Noble. Gefeliciteerd, Jeremy. Lekker promo. Ik moest eigenlijk natuurlijk met jou beginnen, want je bent de enige vrouw naast mij hier aan tafel. Maar eigenlijk wel. Ik geef je gewoon extra veel ruimte. Dankjewel. Ik ben Elaine Darlin. Ik ben ook student op muzikant-producer-opleiding van Alberda. En ik ben singer-songwriter, zangeres. Ik speel gitaar en piano. Daar begeleid ik mezelf ook mee. En nu ook door deze school gestart met producer dingetjes, waardoor ik mijn eigen tracks nu kan opnemen, wat super gaaf is. Dus, ja. Nou, welkom allemaal en leuk dat jullie hier zijn vanavond om wat te vertellen aan, ja, aan de mensen die nu kijken en eigenlijk interesse hebben om op deze opleiding te komen. Laten we ze vooral een kijkje in de keuken geven. Henry, ik denk dat ik bij jou begin om te vragen van hoe ziet de opleiding er nou uit? Eigenlijk net als de praktijk, maar dan in een soort miniatuurvorm. Mm-hmm. Je moet namelijk gaan iets gaan verzinnen, een creatieve fase gaan doornemen. Dan ga je opnemen en daarna ga je dat eigenlijk presenteren. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort rondje die je maakt elke keer. En dat rondje van het daadwerkelijk verzinnen, schrijven, zeg maar, opnemen en presenteren, dat gaan ze echt een aantal keer doorlopen door de opleiding, waardoor ze eigenlijk gewoon twee keer in principe een album kunnen maken. Ja. En met alle processen die erbij horen en alle vakken die daar weer op aansluiten. Mm-hmm. Klinkt super tof om daar dagelijks gewoon mee bezig te zijn. Remy, wat voor studenten heb jij allemaal die je begeleidt en voorbij ziet komen? Ja, dat gaat echt van singer-songwriter, dat is Elaine, of een multi-instrumentalist als Jeremy, of een producer die trapbeats maakt, of mensen die metal maken en in een rockbandje zitten. Dus eigenlijk alle verschillende stijlen en disciplines door elkaar. Ja. Misschien ook voor de studenten gewoon goed, of voor de mensen die hier willen, de opleiding willen komen, goed om te zien, wat moet je nou in huis hebben? Toen jij begon, Jeremy, hier aan de auditie, wat was je ervaring toen? Toen ik had mijn auditie gedaan, ik had al een beetje verstand van Logic. Dat is een programma, een applicatie die je kan gebruiken om muziek te maken. Ik wist al een beetje erover om mijn eigen muziek te maken. En met die had ik eigenlijk mijn auditie gedaan met mijn eigen muziek. Omdat we zijn echt een beetje gericht op eigen muziek. Niet zoveel op covers, maar meer jouw eigen stijl van muziek. En we willen dat graag meer implementeren en meer doorgeven. Dus dat was die. En je moest ook een klein beetje muziektheorie ook erbij weten. En jij maakte, dus je deed eigenlijk meer performen met covers, hè? Ja. En je bent echt op de opleiding zelf muziek gaan maken. Precies. Hoe heeft de opleiding je daarbij geholpen? Wel, de opleiding heeft me echt veel geholpen, omdat het helpt me niet alleen met muziek maken, maar verstand krijgen qua muziek.
en qua productie. En krijg je ook veel verschillende connecties en netwerk met andere producers of andere zangers. Of zelfs podia kan je overal van de school krijgen. En de school biedt ook aan, bijvoorbeeld als je moet live optreden, kan je ook dat doen, omdat ze geven bijvoorbeeld, soms sturen ze mailtjes, we hebben mensen nodig, bijvoorbeeld bij de Doelen of bij Codarts of ergens anders om ergens op te treden. Mm-hmm. Dat, dat zeg je mooi ergens, hè? Je raakt een beetje in contact met dat netwerk. Jullie hebben natuurlijk jullie zelf geïntroduceerd, maar hoe zit dat netwerk verder in elkaar? Wat voor partijen werkt het Albra College mee samen? Dat gaat natuurlijk vanaf de Doelen, maar dat gaat ook gewoon tot individuen, muzikanten. Mensen die ook hun spoor hebben verdiend in het masteren of in het, weet je, het gaat natuurlijk niet alleen over muzikanten, maar mensen die ook echt in de industrie werkzaam zijn en heel veel van die mensen hebben ook gewoon een keer bij ons samengewerkt. Ik wou ook nog een keer benadrukken dat Jeremy en Elaine voorbeelden zijn van mensen die, studenten die geld kunnen verdienen met hun eigen product, waar echt dit college heel erg voor staat. Zeker, dat is natuurlijk ook het motto van de opleiding, hè Remy? Ja, ja. Geld verdienen met je muziek. Ja, je wilt uiteindelijk daar gewoon je beroep van maken en daar alles van kunnen betalen. Ja. En vooral je eigen muziek kunnen maken en uitbrengen. Elaine, jij bent een eerstejaars, tweedejaars student inmiddels. Ja. Nou, je bent wel in een gekke tijd gestart, maar hoe ziet het er voor jou uit, jouw ontwikkelingen? Weet je, wat ben je nu aan het doen? Nu in het eerste jaar is het nog heel erg breed. Dan ga je echt drum, gitaar, piano, alles ga je doen. En dan kom je steeds meer achter wat je zelf echt wil, wat je sound is. En door middel van praten met leraren kom je daar steeds meer achter. En in het tweede jaar ga je precies die cycle door om weer te schrijven, op te nemen. En ook hopelijk business to business, naar labels toe, maar ook naar podia toe. Om uiteindelijk daar dus je geld mee te kunnen verdienen. Ja. Ja. Wat was voor jou echt een, zeg maar, de ultieme motivatie om naar deze school te komen en naar deze opleiding te starten? Sowieso muziek. Ik wou de muziek in. Dat is logisch. En waarom bij het Albra College? Ik ben overal wezen kijken, echt naar heel veel mbo's. En ik kom zelf ook helemaal uit Enschede. Mm-hmm. Dus Rotterdam is na 3,5 uur met OV reizen. Zo. Dus wow. Ik zit ook echt op kamers nu om deze opleiding te kunnen volgen. Nee, Albra stak gewoon met kop en schouders er gewoon bovenuit. Gewoon docenten, de sfeer op school, wat heel belangrijk is. Vooral voor je creatieve flow is heel erg belangrijk. Ik moest hier naartoe. De school is zo'n leuke sfeer, zulke goede mensen. En precies ook de businesskant. Je krijgt echt businessles en marketingles. Je wordt echt onderlegd met informatie dat je gewoon niet gewoon zomaar kan krijgen. Je krijgt echt van de beste docenten les. Ja. Nou, dat is wel een compliment, toch? Ja, zeker. Hey, Henry, ze zegt het al, hè, ze heeft echt gekozen voor het Albra College, muzikant-produceropleiding, uit alle muzikantenopleidingen die er zijn. Hè. Waarin denk jij dat jullie jezelf onderscheiden? Met een hele goede visie op de praktijk. Dat komt door het hele docententeam eigenlijk. Mm-hmm. Die moeten eigenlijk ook wel soort met één been in een andere wereld staan. Zoals ook Remy die met echt 100 andere dingen bezig is. Ik kan geen noot spelen, maar ik zit echt aan de achterkant. Heel veel dingen, podcasts te maken. Net zo belangrijk toch? Dingetjes te managen, denk ik dat ik dat kan. En, maar dat is denk ik heel belangrijk, dat je het er constant meebrengt van wat de praktijk is. En dat je daar ook constant vinger aan de pols houdt voor hoe die praktijk verandert, want die blijft veranderen. Ja, zeker. En kun je een voorbeeld noemen van de veranderingen waar jullie proberen op in te spelen? Misschien nu ook met de COVID, weten nou, we weten niet hoe lang het nog duurt. Dat is een heel goed voorbeeld. Ik heb onlangs natuurlijk allemaal presentaties moeten zien, live presentaties. En die zaten dan niet in het Paard of in Tivoli in Utrecht, maar allemaal vanuit een woonkamer. En dan zie je ook gewoon dat al die nog steeds heel erg zenuwachtig zijn, maar gewoon via Zoom een presentatie geven. En dan zie je dat ze datzelfde gevoel moet overbrengen. Dat is heel moeilijk, maar dan merk je dat je zoveel leert in een hele korte tijd om een soort indruk te brengen over iets waar geluid anders overkomt en een andere timing overkomt. En dat je daar zoveel over na moet denken, maar ook bijvoorbeeld hoe kleed je je huis aan? Weet je, je gordijnen als een computer. Stage, zeg maar. Ja, precies. En je hond loopt misschien rond, weet je wel. Ja. Hoe ga je dat allemaal doen? En dat zijn allemaal dingen die blijvend zijn. Niet dat je zeg maar toekomstig alles over Zoom gaat kijken.
liever niet, nee. Weet je wel. Maar je leert ervan en je gaat daar, dat gaat zich implementeren in de toekomst. Ja, goed. Mag ik nog? Ja, zeker, Remy. Dus op jouw vraag. Onderscheid de opleiding. Dus wij focussen heel erg op dat de artiest alles zelf kan doen. Dus van schrijven, opnemen, zelf je presenteren aan de buitenwereld en zo. En ja, daar zijn wij denk ik wel uniek in. Dat je in ieder geval, je hoeft niet alles heel goed te kunnen. Nee. Maar in ieder geval dat je daardoor beter kan communiceren met een producer of met een zangeres of een zangeres. Ja, dus echt het netwerk hebt om dat te kunnen doen. Ja. Jullie werken binnen de opleiding gewoon veel met de studenten moeten onderling echt met elkaar samenwerken om producties te maken eigenlijk. Ja. Dat bedoel je, hè? Ja, dus als een producer en zangeres nodig heeft. Of een, ik zou dan eerst zeggen, ga zelf even proberen te zingen. Maar als dat dan niet lukt, dan kunnen ze altijd hulp vragen van een klasgenoot. Ja. Nou, we gaan natuurlijk zo een kijkje nemen op de opleiding in Roon. En ik denk dat we wel benieuwd zijn nu een beetje hoe het eruit ziet daar. Ja. En ik ben Dave. Dave, waar zijn we vandaag? We zijn hier vandaag bij het Alberda Muzikant Producer College in Roon. Wat gaan we hier vandaag doen? Wij gaan in gesprek met studenten en docenten van het Alberda College Muzikant Producer. Gaan jullie mee? Yo. Hallo! Hey! Dat klonk goed wat je deed. Ja, thanks. Wie ben je en welke opleiding doe je? Ik ben Natania Olesanya. Ik doe de opleiding muzikant producer op het Alberda. Oké. En hoe ziet jouw schooldag er eigenlijk uit? Onze schooldagen zijn heel erg verschillend. De ene dag zijn we aan het drummen, de andere dag zijn we piano aan het spelen. Op de andere dag krijgen we muziekbusiness te horen. Het verschilt eigenlijk. Soms is het ook heel laat en soms begin je ook weer heel vroeg, ben je vroeg uit. Oké. Onze schooldagen zijn... basically soms ook heel veel tussenuren. En dan kun je lekker, zoals ik nu aan het doen, maar gewoon een beetje jammen. Oké. En wat is jouw favoriete vak hier op school? Ik heb er echt een hoop. Maar ik moet toch wel zeggen dat mijn favoriete vak de les met Nils en Trian is. Daar krijgen we tips over het produceren. En ik vind hun chemistry samen vind ik gewoon heel erg tofter. Want heel veel singer-songwriters zijn... Mm-hmm. En ook als je geen producer bent, maar je bent een singer-songwriter... Want heel veel singer-songwriters zijn vaak geïntimideerd door producers of dat het heel veel techniek is. Maar daar krijg je gewoon allerlei tips. Ook gewoon over hoe een muzikant denkt en hoe het vak in elkaar zit. En dat vind ik heel tof aan het vak. Dat het niet alleen maar techniek is, maar ook een beetje visie. Yeah, I just wanna feel alive. Hi. Hi. Hi, mag ik je vraag stellen? Ja, tuurlijk. Wie ben je en welke opleiding doe je? Ik ben Nicole Leegmaat en ik doe een opleiding muzikant-producer. Hoe ben jij bij deze keuze terechtgekomen? Via mijn buurjongen. Die ging hier kijken en toen zei hij van, hé, dat is een leuke school, misschien is het wel iets voor jou. Dus jouw buurjongen heeft het jou aanbevolen en zo ben je hier terechtgekomen, als ik het goed begrijp. En welke vakken heb je allemaal? Je krijgt drumles, piano, zangles, maar ook lessen zoals Nederlands en Engels en zo. Welk vak vind jij het leukste? Ik denk op pianoles. Ja? En wat probeer jij later hiermee te bereiken? Wat is je einddoel? Ik hoop een hele grote artiest te worden natuurlijk. Maar in ieder geval hoop ik wel wat bekender te worden in Nederland en veel optreden. Hoe ziet een dag voor jou hier op school eruit? Ja, je krijgt gewoon veel muziekles en je leert superveel hier en zo. En wat zou jij mee willen geven aan studenten die hier naar deze school zouden willen gaan? Het maakt niet uit hoe oud je bent en het maakt ook niet uit wat je doet. Je kan een zangeres zijn, maar je kan ook een producer zijn en zo. Dus alles kan doen. Mooi gezegd. Het was echt... Ze weten waar ze mee bezig zijn. Ja. Leuk. Zo, zit er weer op voor vandaag? Ja, zegt het wel. Ja, vond je het? Ja, ik vond het echt heel leuk. Ja, ik vond een goede locatie, leuke ruimtes, goede sfeer vooral. Ze hadden de ruimtes echt heel mooi ingericht. Studio, DJ room, edit room, er zat van alles in. Ja, zit goed in elkaar hier. Ja. 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 Gaan we er weer vandoor? Ja, nou, doei!
Leuk dat je kijkt naar de virtuele open dag van het Albeda College. Ik begon iets te vroeg, maar dat geeft helemaal niks. En we hebben net gekeken, eigenlijk een kijkje genomen in Rome. Daar is, daar zit de opleiding. We hebben een stukje van de sfeer meegekregen, maar ik denk dat jij, Elaine als student, maar ook Jeremy natuurlijk, gewoon wat kan vertellen over die sfeer op de opleiding en hoe dat is om daar te zijn, elke dag. Ja, het is super gaaf omdat er dus producers zitten, maar ook gitaristen, vocalisten, songwriters. Het is super divers, waardoor je ook gewoon zoveel verschillende samenwerkingen krijgt en ook nieuwe sounds ontstaan. Ik ben singer-songwriter en zangeres. Ik zit vooral met mijn eigen gitaar een beetje nummertjes te schrijven. Maar ik heb bijvoorbeeld van de week heb ik dan toplines over een drum en bass beat ingezongen, wat weer totaal iets anders is. Maar zo zie je ook gewoon wat alle mogelijkheden zijn. En dat is heel erg tof. Plus, ja, je leert ook echt van elke opleiding scene. Is niet genre gebonden. Nee. Dat bedoel je dan vooral, hè? Ja, absoluut. Het is echt van alles. Dus je zit echt met verschillende studenten in de klas. Ik denk dat dat ook heel anders is dan hoe dat bij andere opleidingen is. Ik denk dat de nieuwsgierigheid naar elkaar toe ook een heel belangrijke factor is. Ja. Dat je ook gewoon echt voor elkaar open staat en ook dat er geen muur tussen jullie is, weet je wel. En dat je ook echt van elkaar kan leren. En dan kunnen ze, want ze komen echt uit alle muzikale hoeken. Wat je vaak ook hoort, hè, is dat mensen die artiest willen worden of al misschien artiest zijn, het moeilijk vinden om echt op een school, in de scholen, instelling te komen en waar je dagelijks les hebt en zo. Denk je dat de locatie een grote rol heeft gespeeld voor jou, Jeremy? Ik wou dat echt net zeggen, omdat toen ik was begonnen met de school, ik voelde echt niet alsof het een school was. Ik had precies hetzelfde zeggen. Het voelt echt, zelfs die kleuren en alles maakt het een andere sfeer, dat je een podium ziet en zo. En zelfs die mensen die daar werken, achter de balie, Lawrence, shout-out naar Lawrence. Zelfs hem, hij maakt het alsof we zijn gewoon een familie of we zijn gewoon vrienden. Want het is eigenlijk een repetitiestudio-plek, hè? Kun je daar wat over vertellen? Nou, volgens mij als ze aan de laatste lessen bezig zijn en nog eventjes aan de bar zitten beneden, want er zit ook echt daadwerkelijk een bar in en een podium, komen de eerste mensen eigenlijk voor hun repetities binnen. Ja. Die dan s'avonds gaan repeteren in de oefenruimtes daar. Leuk. Remy, repeteer je zelf ook wel eens op de opleiding? Nou, voordat ik bij Albeda werkte, repeteerde ik daar met een aantal artiesten inderdaad. En heel soms met mijn eigen band, maar dat doe ik nu expres niet meer, omdat ik dan heel veel vragen krijg van studenten als ik daar loop. Maar het is super tof dat natuurlijk dat op de opleiding gewoon dat het zo in elkaar verweven zit, weet je wel, echt dat werkveld en echt gewoon artiesten die daar komen repeteren tot jullie als studenten die daar dan ook gewoon tussendoor lopen en ook aan het repeteren zijn. Hartstikke leuk. Elaine, we hebben van jou nog niet heel veel gehoord van wat jij precies doet als artiest. Kan je wat vertellen daarover? Ik ben echt singer-songwriter. Ik maak een beetje lichte popmuziek. Ik noem het zelf een beetje sweet music. Ja. En ik schrijf Engels en Nederlandstalig. Ik leer dus nu echt opnemen ook, mijn nummers vastleggen. Ja. Wat ik dan ook maak. Want normaal, je zit dan in je kamer gewoon zelf die nummers te bedenken. Maar hoe ga je dat naar de buitenwereld brengen? Want toen jij begon, wat kon je toen al? Ik kon een beetje gitaar spelen, zingen dus. Ik had al wat optredetjes hier en daar. Ik wist wel iets van muziektheorie, maar niet superveel. En toen kwam ik op de opleiding. En dan is het ook echt van het auditieproces ook, daar hoor je straks weer over. Maar dan is het echt jouw product. Wat wil jij gaan maken? Mm-hmm. Het is echt heel individueel gericht als in de zin van, het gaat om jou. Het gaat om jouw product. Wat wil jij? En dat kan ik hier nu echt doen. Ik kan echt mijn eigen sound zoeken. En dat is heel erg fijn, dat je daar die ruimte voor krijgt ook, om dat te doen. En Jeremy, jij hebt nu onlangs je single uitgebracht, hè? Deze week was dat. Vandaag. Dus vandaag echt, we hebben gewoon vandaag de primeur. Super tof. Zet het op de YouTube, gelijk. Leuk man. Zet op Spotify, ja. Ik denk dat mensen die nu kijken gewoon wel zoiets hebben van, we zijn wel benieuwd wat die studenten nou kunnen. Dus willen jullie iets laten horen? Ja, tuurlijk. Ja? We kunnen gewoon een nummer spelen. Toevallig heb ik een gitaar bij je. Een gitaar hier. Die Toby even uit jouw roep. Ja. Ik weet niet of ze gitaar het doet, dus ga even kijken. En jullie spelen normaal natuurlijk niet samen. Nee. Jullie zijn twee losse, Jeremy Garcia en Elaine Dorlin. Yes. En dus maar nu dus vandaag, voor één keertje samen, voor jullie speciaal, doen ze iets. Ready? Yes. Hey.
Hey. And I can't believe how honesty can change the way you look at things. How do you do the things you do? And I can't believe how honesty can change the way you look at things. Yeah. How do you do the things you do? And it goes like, nope, I know. All I wanna do is test your boat. Hope that we stay afloat on the stream forever. And take some pics, hey, cause I like the way that we click. Woo! On the extra chats, even in the sky won't match. In the sky won't match. And I can't believe our honesty can change the way you look at things. How do you do the things you do? And I can't believe our honesty can change the way you look at things. Yeah. How do you do the things you do? And I can't believe our honesty can change the way you look at things. How do you do the things you do? And I can't believe our honesty can change the way you look at things. How do you do? Ja, yeah. Jeremy Garcia en Hélène Dorlin. Als je dit vaker wil zien samen, dat kan helaas niet. Maar individueel kan je ze natuurlijk gewoon checken op Instagram en TikTok waarschijnlijk. En al die dingen, toch? We kunnen een poll doen of mensen... Ja, als mensen het leuk vinden. TikTok en zo. Wil je dit vaker zien? Nee. Maar dit gebeurt dagelijks op de opleiding. Dan zitten we gewoon te jammen met z'n allen tijdens de pauze. En dus is dit, was dit trouwens de nieuwe single? Nee, dat was niet de nieuwe single. Nee, sorry. Dat zijn we natuurlijk nu al benieuwd naar, maar oké. Dan maken we het spannend. Like, dit is een voorproefje. Dit is eigenlijk een voorproefje van mijn volgende single. Dus weet je, ik geef al een beetje hintjes. Als je het herinnert, gaat het in jouw hoofd blijven, zeker weten. Jeremy, wat wil jij bereiken als artiest? Wat wil ik eigenlijk bereiken als artiest? Wat is de ultimate goal? Voor mij, ik wil sowieso, als ik klaar ben met deze studie, wil ik of les gaan geven. Omdat ik ben nu aan het kijken als ik doorga naar HBO of niet. Mm. Maar ik wil sowieso zeker les geven op bijvoorbeeld een Albeda of een andere mbo-school. Of zelfs gewoon op een normale muziekschool. Dat is eigenlijk mijn ultieme goal. En naast dat wil ik sowieso mijn eigen studio hebben. En kan ik altijd met andere mensen gewoon meer muziek kan maken en dan meer muziek uitbrengen. En wel in Nederland of ga je toch weer terug naar Aruba? Nee, ik wil wel in Nederland blijven. Ja. Ja. Wij hebben je graag hier. Helene. Yes. Mijn doelen. Het liefste zoveel mogelijk spelen, wat nu met COVID een beetje lastig is. Maar ja, het liefste op een podium staan. Dat is wel echt het doel. En daarnaast ook heel veel schrijven voor anderen. Echt als songwriter. Ook bij songwriting sessies of songwriting camps. Dat lijkt me heel erg interessant om die business te onderzoeken. Ja. Super cool. Ja. Nou, ik ben super benieuwd, want we gaan jullie natuurlijk gewoon in de gaten houden Tuurlijk. De aankomende tijd. Jij bent bijna klaar, Jeremy. Je zit in je laatste jaar. Daar gaan we straks wat over horen. Ik denk dat we even gaan kijken naar een stukje hoe de opleiding er echt uitziet. Want dat noemen we de cycle. Kan je daar wat over vertellen? Wat is een cycle? Waar staat het voor? Ik zei het begin al een beetje. Eigenlijk moet je dus eigenlijk een paar stappen doorlopen. Mm-hmm. En dat moeten ze eigenlijk al een aantal keer doen. Als je nou bijvoorbeeld een album gaat maken, wat moet je dan eerst doen? Nou, eerst moet je eigenlijk gaan schrijven of gaan creëren als producer zijnde. Ja. En dan moet je dat gaan opnemen in de studio en dan moet je dat gaan mixen. En dan uiteindelijk moet je dat ook weer presenteren op een bepaalde manier. Nou, dat zijn allemaal stappen die ze volgens onze aanname zeg maar een paar keer moeten doorlopen hebben. Voordat ze daadwerkelijk aan de praktijk kunnen deelnemen als echte volwaardig muzikant. Ja, nou ik ben benieuwd. Kunnen we gaan kijken naar de cycle? Als do-it-yourself muzikant wil je een mooie en succesvolle carrière waarmee je ook je geld verdient. Dan ben je een vrij kunstenaar. Deze vrijheid komt met verantwoordelijkheid. Je moet zelf aan de slag. Do-it-yourself. En de cycle helpt daarbij. Opnemen bijvoorbeeld. Dat is eenvoudig, toch? Goedkope software, hardware, maar in je eentje zonder platenlabel moet je nu wel zelf alles kunnen opnemen, produceren, ontwerpen en uitbrengen. En fans zelf bereiken, dat gaat wel makkelijk nu via het internet, toch? Klopt, maar iedereen begeeft zich op het internet. En fans hebben maar weinig tijd en aandacht en moeten keuzes maken. Hoe pak jij dit allemaal aan als do-it-yourself muzikant?
AMP bundelt al jouw werkzaamheden in The Cycle. Een stappenplan in de vorm van één programma. Dit maakt jouw carrière overzichtelijk en gestructureerd. The Cycle is opgedeeld in drie fases. Fase 1 is de schrijffase. Het telkens bedenken en componeren van een nieuw repertoire. Fase 2 is de opnamefase. Het vastleggen van het repertoire. Fase 3, optreedfase, is het uitbrengen en promoten van de opnames. Elke fase vertegenwoordigt een verdienmodel. Fase 1, het schrijven, levert auteursrechten op. Fase 2, opnemen, levert masterrechten en naburige rechten op. Fase 3, optreden, levert inkomsten uit optredens op. Deze drie verdienmodellen omvatten bij elkaar de complete muziekindustrie. Meer is er niet. Volg de cycle en werk daarmee aan een duurzame carrière. De drie fases versterken elkaar en je werkzaamheden en prioriteiten worden overzichtelijk en vanzelfsprekend. Zo weet je altijd hoe het ermee staat. Je kunt evalueren en gemakkelijker nieuwe doelen stellen. In andere woorden, de cycle is je manager. Dat was een stukje over de cycle. Wat moet je nou eigenlijk laten zien? Ja. Om je diploma te behalen. Ja, dat is de laatste jaar. Er zijn natuurlijk maar 3 jaar de mbo-opleiding. En het laatste jaar dus, gaan ze eigenlijk in een aantal specifieke stapjes eigenlijk door die cycle nog een keer heen eigenlijk. Dus, maar heel belangrijk is natuurlijk een muziekproduct. Het album die ze moeten gaan maken. Mm-hmm. En daaromheen zitten heel veel andere aspecten. Zoals hoe ga je dat marketen? Dat is ook weer een examen. Hoe ga je met je netwerk om en je planning? Maar bijvoorbeeld ook, hoe ga je dat presenteren? En hoe ga je album weer promoten tijdens zo'n presentatie? Dus er zitten heel veel aspecten in die ze eigenlijk allemaal al een keer al hebben geleerd in die eerste 2 jaar. En daar worden nu echte examens. En daar begeleid ik ze met de 2 collega's bij. En Remy, wanneer ben je nou geslaagd voor de opleiding? Ik doe eigenlijk voornamelijk de eerstejaars qua cycle. Mm-hmm. Maar ik denk dat die vraag beter bij Henry past. Henry, hè? Wanneer ben je geslaagd, Henry? Ben je niet altijd geslaagd? Nee. Wat is dat geslaagd? Nou, ja, wanneer ben je een volledig artiest volgens het Albeda College Muzikant Producer? Als je niet alleen als je al die stappen hebt doorlopen met een voldoende, maar ook als je daar gewoon ook hebt beseft dat je net zoals bij als je rijbewijs haalt, dat je ook gewoon daar vanaf daar zeg maar je eigen tools hebt om het verder te kunnen. Ja. En dat je die nieuwsgierigheid blijft houden om dat te blijven doen. Ja. En dat is denk ik, dan heb je het echt gehaald. Ja, en dat is natuurlijk het motto van de opleiding ook. Ja. Kun je hem nog 1 keer noemen, ons motto? Ja, geld verdienen met je eigen werk. Ja. Jeremy, jij zit in het laatste jaar. In welke fase bevind jij je nu van dat laatste jaar? Wat ben je aan het doen? Nu ben ik sowieso veel muziek aan het maken en we zijn door corona zijn we een beetje achtergelopen met de examens van vorig jaar. Maar we zijn bezig met de examen van vorig jaar en de examens van dit jaar. Mm-hmm. Dus we hebben best veel om te doen. Maar we zijn ook niet zo vaak op school, omdat als je bij derdejaars komt, ben je niet zo vaak op school. Dus je hebt meer tijd om meer zelfstandig te zijn. En dan meer zelfstudie te doen thuis en zo. En dat vind ik, dat vind ik wel goed. Omdat je kan altijd vragen stellen. Omdat de docenten zijn altijd daar om jou te helpen. Mm-hmm. Maar ik zit nu in die fase om echt zelfstandig te worden. Echt zelfstandig met alles. En wordt dit je eerste album wat je gaat releasen ook als artiest? Dat klopt. Dit gaat ook mijn eerste album zijn. Omdat in het eerste en het tweede jaar was ik echt op zoek naar mijn eigen stijl. Mm-hmm. Wat wil ik maken? En ik was echt gewoon door alles gegaan. Ik heb zelfs reggae gedaan. En gewoon noem maar op, heb ik het misschien wel gedaan. En nu bij het derde jaar heb ik mijn eigen sound gevonden. En nu ben ik aan het vechten voor die sound. En nu gaat mijn hele album rond die sound ook lijken. Dus, en hoe heeft de opleiding je geholpen om die sound te vinden? Wel, dat moet je sowieso. Je kan altijd bijvoorbeeld, je kan Remy vragen, omdat Remy zit nog steeds in de werkveld. Dus hij heeft zoveel verschillende tips die je kan zeggen. Like, als je voor deze sound gaat, kan je gewoon dit doen en die doen en dat doen. Of dat moet je deze microfoon gebruiken, of die interface gebruiken, of die speakers gebruiken, of bij deze guy gaan. En met al die hulp die we krijgen van school, van de docenten, en ook als je echt meer gedetailleerd wil gaan, kan je ook in keuzedelen gaan. Omdat in het derde jaar krijg je ook keuzedelen. Wat houdt het in? Je kan kiezen als je bijvoorbeeld door wil gaan met HBO.
extra HBO studeren of mixing of bewerken van instrumenten of bewerken van sounds of mastering kan ook. Dus je kan één van die keuzedelen gewoon kiezen en dan kan je zelf beslissen, ik wil mijzelf specialiseren in dit gebied of deze vak. De open dag is natuurlijk speciaal voor mensen die nu kijken en naar deze opleiding toe willen of daarover twijfelen. Dan wil ik toch gaan naar dat begin, die auditie. Ja. Voor jou is het iets minder lang geleden als voor Jeremy, maar ja, hoe gaat het in zijn werk? Hoe ziet die auditie eruit? Nou, de auditie is, vind ik een vrij mooi systeem die we hebben. Waar we met een kleine ploeg van vijf commissieleden eigenlijk je tracks gaan beoordelen. En zijn dat allemaal docenten? Ja, dat zijn allemaal docenten van onze opleiding. Ja. Maar wel echt compleet uit de andere hoek. Dus het is een hele leuke gemêleerd gezelschap. En dan gaan we via een soort achterkant van zo'n website gaan we zeg maar al die tracks beoordelen. Ja, en daar hebben we bepaalde soorten keuzes in te maken. Dat is heel moeilijk. Ja, dat geloof ik. Zijn er bepaalde dingen waar je op let? Zijn er bepaalde criteria dat voor mensen die nu kijken, dat ze denken, ja, nou, dan kan ik me daar alvast op voorbereiden. Nou, ik heb al een paar keer nieuwsgierigheid genoemd. Je moet ook wel iets kunnen, weet je wel. En als ze zeggen, je moet 3 tracks, want je moet namelijk 3 tracks inleveren, moet het eigenlijk bij jezelf al komen van, oh nee, ik heb al veel meer dan 3 tracks, weet je wel. En die motivatie, dat schrijft zich eigenlijk vanzelf. Mm-hmm. Maar ik denk die nieuwsgierigheid die je misschien al heel lang hebt voor al de muzikaliteit in zijn breedste zin, dat is denk ik een hele belangrijke. Dat je niet focust op één dingetje, maar je denkt van ja, ik focus misschien wel op één ding, maar ik wil echt wel weten wat die in mijn klas gaat doen en welke mensen om me heen gaan komen en welke leraar ik tegenkom en wat ik van ze kan leren. Kun jij je nog je auditie herinneren? Ja. Ja, je groeit zo snel hier. Dus als ik nu al terugkijk naar een jaar geleden, denk ik echt, wow, ik ben al zoveel gegroeid. En dan mag ik hopen, Remy, toch? Ja, dat was bij je auditie. Dus, ja, precies, Remy was bij mijn auditie. Dus ja, je moet eerst dus 3 tracks zelf inleveren en een motivatiebrief toch ook? Motivatie en een biografie. Ja. Ja. Dat moet je als eerste inleveren. En dan, als je daar doorheen bent, je bent geselecteerd, dan ging ik op gesprek en dan moet je ook wat voorspelen. En als je daar doorheen bent, toen moest ik weet niet of een writing camp. Ja, een writing camp. Dus dan ga je echt met alle auditanten die dan door zijn aangenomen gegaan. Nou, nog niet aangenomen. Nee. Oké, okay, nog niet aangenomen. Er zijn meerdere rondes dan. Ja. Dus zijn 3 rondes. Het lijkt wel een soort The Voice. Ja, het is rondes. Dan ga je naar Bali en dan ga je. Ja, dus eerst naar Bali. We hebben ook van die stoelen. Ja. Nee. Eerst dus de 3 tracks en je motivatie in bio, dan op een gesprekje wat voorspelen. Ja. En als je daar doorheen bent, ga je op een writers camp. En dat was een heel weekend lang met alle mensen die geselecteerd waren. Mm-hmm. Ga je een nummer van scratch schrijven. Je weet ook niet met wie je terechtkomt. Ik zat met 4 andere gasten, maar er was 1 gitarist bij en een producer. Ja. En ook 1 van rock en 1 van drum en bass. Dus het was echt heel divers. Ja. En dan moet je maar een track met z'n allen gaan maken. Ja. En dan gaat het heel erg om samenwerking. En naar elkaar luisteren. Dan moet je echt openstaan voor iemand anders. Ja. En dan als laatste, als je dat nummer hebt, dan ga je het performen. En daar op die performance word je dan, en natuurlijk ook beoordeeld, de samenwerking beoordeeld. En als je daar doorheen bent, word je aangenomen. Het is wel een hele race, maar... Maar als je het hebt gedaan, het is het waard. Dan ben je in de hemel en superleuk. Het is zo leuk. In de muziekhemel. Ja, echt hoor. Je komt binnen en je ziet gelijk een podium. En overal staan gitaren en je mag alles pakken. En we jammen en we doen. En ja, het is echt... Ja, ik geloof dat het gevoel corona een beetje... Nu met corona mag je niet alles meer pakken. Nee, maar daarvoor wel. Maar ja. We hebben het gevoel denk ik wel een beetje weergegeven waar het Albeda College, de muzikant-produceropleiding, voor staat. Ik denk, laten we gewoon de mensen oproepen om jezelf in te gaan schrijven. Dat kan al nu, want jongens, dat weten jullie niet, maar in februari kan je al instromen op de opleiding. Dus dat is supergoed nieuws. Je kan je aanmelden gewoon op de website van het Albeda College. En daar kun je al nu aanmelden voor audities. Voor februari om in te stromen. En natuurlijk, je kan je aanmelden het hele jaar door. Want ook voor volgend jaar september kun je je nu al aanmelden. En dan word je misschien Jeremy Garcia of Elaine Dorlen. En alleen dan jezelf natuurlijk. En dan krijg je les van Henry Oogjen en van Remy Lau. En ja, volgens mij is dat gewoon de shit. Dus ik zou zeggen, bedankt.
voor het kijken naar de virtuele open dag van de Albeda College muzikant producer. Volgens mij in de chat zit Wouter, de opleidingscoördinator Must, zit druk te tikken om al jullie vragen te beantwoorden. Blijft hij vooral stellen. Ik weet niet of hij er straks nog is, maar ja, je kan al je vragen ook gewoon mailen, denk ik, naar ons. Dankjewel en schrijf je nu in. Dit doe je, mijn naam is Sam.